Jesper Hogendoorn, details geven vandaag de doorslag. Hoe frustrerend is het om deze topper te verliezen? Wel redelijk frustrerend, moet ik zeggen. We waren net in een goede flow. Afgelopen twee wedstrijden gewonnen. We hadden een goed gevoel. We kwamen echt met een lekker gevoel hier naartoe. Zeker naar die 7-0. En dan krijg je eigenlijk al in minuut 1 krijg je een penalty tegen. Wat ik overigens geen penalty vond. Hij tikte die bal gewoon heel slim al vooruit. Daarna loopt hij expres tegen mij aan. Nou, maar die scheids die geeft hem. En ik had hem nog bijna, maar ja, dat telt niet in het voetbal. Echt onterecht dus? Ik vind het onterecht. Ja, zeker. Maar het is gewoon een slimme speler. Maar hij tikt al die bal, hij schiet hem al naast. En daarna loopt hij nog tegen mij op. Ja, en dan die scheids die geeft heel makkelijk een penalty. Wat voor wedstrijd ontstaat er daarna? Ja, wij gaan drukken, weet je. Wij willen gewoon die wedstrijd winnen. Dus uiteindelijk komen we daar ook wel zeker kansen uit. Jordi had een 1-op-1 kans. Kenny schoot van dichtbij op de keeper. Volgens mij was er nog een kans. We hebben zeker 3 hele goede kansen gehad om de gelijkmaker te maken. Nou ja, die maak je niet. En dan ga je met 1-0 de rust in. Nou, en dan is het dus aan ons om de tweede helft vol door te drukken. Maar ja, meer dan een paar speldenprikjes uitdelen was het in de tweede helft niet. Was Spakenburg dan slimmer, geheider dan jullie? Nou ja, zo kan je het misschien noemen vandaag. Wij scoren hem zelf niet de eerste helft. Nou ja, de tweede helft dan moet je doordrukken. Nou ja, we komen gewoon niet goed voor de goal uiteindelijk. En zij spelen gewoon best wel slim. Zij laten ons niet voetballen. Wij moesten eigenlijk wel een beetje de lange bal gaan spelen. En Spakenburg is gewoon wel een slim team eigenlijk. En nu kampioenschap vergeten, op naar de periodetitel? Ja, sowieso op naar de periodetitel. Kijk, kampioenschap, weet je, ik zeg niet dat het vergeten is, want we stonden eerst ook aardig wat punten achter en toen kwamen we tot 6 punten. Dus het is nooit gelopen nog. Maar ja, 9 punten op Spakenburg, dat is niet makkelijk in te halen. Maar ja, weet je, wij moeten echt voor zorgen dat we een periode gaan pakken of dat we derde eindigen. Jij hebt ooit 1 wedstrijd in het eerste van Feyenoord mogen keepen. Je hebt in grote amateurwedstrijden mogen spelen. Waar past het affiche Spakenburg Quick Boys in dat rijtje? Ja, dat is een van de grootste amateur duels van Nederland. Weet je, Quick Boys Katwijk of Spakenburg IJsselmeervogels. Maar Quick Boys Spakenburg, dat schaart zich er ook wel onder, moet ik zeggen. Ja, je ziet het ook in het publiek, hè? Daar kwamen echt heel veel mensen op af. Hoe beleef je dat dan? Ja, dan was het toch wel een beetje. Ja, een beetje spanning voor de wedstrijd, weet je. Maar ja, zodra het fluitje gaat op het veld, dan is dat weg. Maar dat zijn wel de wedstrijden waar je voor speelt. Ik vraag het omdat jij besloten hebt om na dit seizoen te stoppen met voetballen op het hoogste niveau. Ga je daar niet aan twijfelen, aan die beslissing, na zo'n ambiance? Ja, dan had ik er moeten winnen, dan had ik erover nagedacht. Nee. Ja, weet je, tuurlijk, het is voor mij nog een redelijk jonge leeftijd om te stoppen. Maar ik heb wel bewust de keuze gemaakt om ermee te stoppen vanwege mijn werk en dat het gewoon niet meer te combineren valt. En ik had eigenlijk misschien nog wel even door kunnen gaan. Maar ja, keuzes gemaakt. En we gaan gewoon zorgen dat we in ieder geval dat laatste paar maanden gewoon nog goed afmaken. En hopelijk dan met een promotie naar de tweede divisie voor de club.